jeugdparlementen wil betrokken worden bij het onderwijsproces. Dat zegt voorzitter Kelvin Konicki tegenover onze nieuwsdienst. Hij vindt dat alleen op deze manier de belangen van de jeugd beter behartigd kunnen worden. Daarom zal het Jeugdinstituut een verzoek indienen bij de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Pneu, om bij elk gesprek tussen onderwijsgevenden en het ministerie tenminste één vertegenwoordiger van het jeugdparlement te betrekken. Aanleiding van het verzoek is de recente perikelen rondom de IMEAO-scholen, waarbij leerlingen dagenlang geen onderwijs hebben gevolgd. We zullen een brief richten naar de minister van Onderwijs om te vragen alvast te zitten tijdens de gesprekken. We kunnen het niet meer aannemen van dagbladen, want dan is het, zeg maar, het is al te laat zo'n beetje om in te spelen. En verder, als de enigszins kan, willen we ook richting de president een brief sturen om misschien eens een beleid mee te nemen. Dat tenminste wanneer het gaat om jeugdaangelegenheden van waar ze gesprekken voeren aangaande jeugd, dat tenminste een vertegenwoordiger zit om bij te horen en de informatie ter plekke te krijgen. Konicki zegt zich er bewust van te zijn dat het jeugdparlement slechts een inspraakorgaan is, maar deelt ook de mening dat de jongeren op beleidsniveau wel betrokken moeten worden. Inderdaad, wanneer het gaat om inspraakorgaan, dan ben je veel meer op bestuurlijk niveau bezig. Maar het jeugdbeleid waaraan wij proberen vorm en inhoud te geven, moet een jeugdbeleid zijn waar jongeren zeker in de voorbereidingsprocessen deel van uitmaken, in het vastlegging en ook uitvoering. En waardoor het makkelijk is tot het ontwikkelen van de jongeren, waardoor het ook makkelijk is om het recht tot participatie duidelijk tot uiting te maken. En het recht tot participatie komt enigszins veelal niet echt tot uiting. En dat moeten we, daarvoor moeten we een strategie bedenken. Ja. Aldus Kelvin Konicki, voorzitter van het Jeugdparlement, die vindt dat ook de jeugdparlementariërs betrokken moeten worden in het onderwijsproces, zodat de belangen van de jeugd beter behartigd kunnen worden.